En dan klassieker-expert Nico Aaldering. Want wanneer je iets wilt weten over legendarische oldtimers, bijzondere sportwagens, youngtimers of klassieke motorfietsen, dan moet je bij onze klassieker-expert uit Brummen zijn. Hij heeft een gallery vol met de mooiste klassiekers. En zijn enthousiasme daarvoor houdt hij gelukkig niet voor zichzelf, maar deelt hij met ons. Ik heb een nieuwe auto gekocht. En wat heeft dat nou met dat programma te maken hier? Ja, ik heb voor het eerst in mijn leven een nieuwe auto gekocht. En u gelooft het waarschijnlijk helemaal geen snars van, maar toch is het zo. En wat voor een? Ik heb me laten verleiden. Ik heb bij een dealer gezeten en ik heb gediscussieerd over accessoires. Ik wist helemaal niet dat het bestond. Ik heb medelijden met al die verkopers. Uren en dagen, want die mensen zitten emmeren over, weet ik veel, rechte buitenspiegels en airconditioning en spatlappen. Ik weet het allemaal niet. Niks voor mij. Ik heb er 2 uur gezeten en die verkoper heeft me toch voor 1500 euro accessoires verkocht. Hippie poera. Nou, wat is het, wilt u natuurlijk weten. Kijk even mee. Ik ga er even heel brutaal op liggen, hoor. Wat is het dan? Ja, dat is een Land Rover. Een nieuwe Land Rover, de allerlaatst gebouwde Land Rover. Kijk. En dit is het oermodel. Ja, die was altijd al leuk. Maar zo'n ding had natuurlijk altijd al problemen. En ik heb gemerkt dat er helemaal niks veranderd is. Plastic al niet. Dat heb ik nog niet geprobeerd of dat het doet. Een nieuwe auto. 46.000 euro kost dat ding. Dan heb je een grijs kenteken. En met een geel kenteken kost hij over 100.000 euro. Zot. Ja, en dat is nou precies wat ik wil. Niet met z'n vieren erin zitten. Gewoon. Auto voor de baas zelf. Leuk. Gewoon. Niemand hoeft mee. Geweldig. Niemand bemoeit zich met mijn rijstijl. Behalve oma Gent. Ik heb eigenlijk niks met mijn nieuwe auto's. Ja, natuurlijk. Een mooie Aston Martin of een Maserati, weet ik veel. Ze zijn allemaal prachtig. Maar ik ben niet de man die nieuwe auto's koopt. Het is de eerste nieuwe auto in mijn hele leven. Ik heb nooit een nieuwe auto gekocht. Het is bijna gelijk. Het is bijna gelijk zelfs. Dit zit er nog een beetje in. Dit, die grill. In 50 jaar. Evolutie 50 jaar Land Rover. Want laten we wel wezen, het ding loopt in op een emmer. Lijkt wel een vrachtwagen. Op een gegeven moment gaat het niet meer, hè? Een dieselmotor. Ik heb hem off-road heb ik niet meer gereden, dat wil ik niet. Want kijk, ik zal het even demonstreren. De dealer zegt het is normaal. Spilling in de tussenas. Ja, het is niet te geloven, maar je hebt het gevoel dat het motorblok er los in ligt. Ik zal nog eens een detail vertellen wat ik de afgelopen weken ontdekt heb, dat geloof je niet. De dealer zegt tegen me, u moet hem niet aan het handvat dichtgooien, want dan krijg je deukjes hier. Kijk eens. Hij is natuurlijk bang voor garantie, ik begrijp het wel. Dus je moet hem zo dicht doen, want het is aluminium. Dan krijg je deukjes. Dat moet je allemaal nemen met zijn auto. Je moet dat allemaal inclusief moet je dat allemaal verwerken. Als je het niet wilt verwerken, koop alsjeblieft een Mercedes. Mijn vrouw zegt, het lijkt wel een tractor. Dat is mooi, dan rijdt mijn vrouw in ieder geval niet. Ze hebben nog steeds diezelfde tuinscharnieren, zie je dat? Iets gemoderniseerd, ze zijn tegenwoordig meegelakt. Ja, het is een mannenauto dit. Het gaat allemaal veel te zwaar en het loopt allemaal niet en weet ik veel. Als je stoelverwarming aanzet, brand je gegarandeerd je kont. 100 punten, kan niet missen. Hij doet alles of niks. Hetzelfde met de verwarming. Kijk, die verwarming, als je die auto aanzet, de verwarming gaat automatisch aan. Maar je kunt hem niet uitzetten. En als het koud is, dan vries je dood. En als het warm is, dan denk je dat je in de sauna zit. En ertussenin, dat hoort aan een schaalverdeling te zijn. Vergeet het. Geen schaalverdeling. Nul. Hij zit er wel op, maar hij doet het niet. Het is koud of het is warm. Ach, weet je, zo'n vent als ik, wie dat allemaal gewend is met die oude auto's, kan dat best wel waarderen. Ik kan me wel voorstellen als je denkt, ik heb een hele leuke auto met mijn vrouw gekocht en je 5 minuten later weer ruilt. Daar kan ik me alles bij voorstellen. Nou hebben die auto's natuurlijk wel een beetje spilling in de tussenas, maar dit is wel een beetje veel. En ik zal u vertellen, je moet met zo'n auto helemaal niet off-road.
Want er blijft er niets van over. Tuurlijk, hele volkstammen doen het wel. Maar die moeten ook hele dagen schroeven aan zo'n kar. Dat wil ik dus niet. Ik wil ervan genieten. Maar zeg nou eerlijk, hij is toch prachtig? Niet? Nico, hij is schitterend.